Hij heeft een mortierbom meegenomen, maar hij weet niet zeker of dat de buis die hij gebruikt om het ding dadelijk af te schieten, of dat de goede maat is. Kijken of we dat ding vanavond ook een beetje safe af kunnen steken. Maar dat is niet goed. Nee, dat is te ruim. Dat is veel te ruim. Ja, dus heb ik mijn eigen buis. Fantastisch evenement waar we vandaag naartoe gaan. Dan voel je dus die trillingen in de grond van die klappen van het afschieten van die bommen. En dat is een geweldig gevoel. We zijn zo stiekem, maar we nemen zelf ook wat spullen mee. Wat doet u er nou in? Het zijn rode sterren. Die gaan er volgens een bepaald patroon in. Het is het mooiste als je dus tegen de rand ligt, want de kruidlading wordt vanuit het midden ontstoken. Dus als de break, zoals wij dat noemen, gelijkmatig is, krijg je dus zo'n mooie ronde cirkel van rode sterren eruit. Waarom bent u er zo door gegrepen? Gewoon de fascinatie van het spektakel in de lucht. Het is toch wel de kunst om het te maken. Ik wil altijd van alles weten hoe het kan en waarom het gebeurt en wat erin zit. En toch door middel van lezen en het lidmaatschap van een vereniging op dat gebied kan je heel eind komen. Nu ga ik er wat buskruid in aanbrengen. Het wordt echt, behoorlijk hard, hè? Hij kan niet ontploffen. Nou, hij zou zeker kunnen ontploffen, ja. Het is alleen een kwestie van hoe hard moet je dan slaan. Het zou kunnen gebeuren. Ja, vanavond hier gewoon kijken of we een beetje stout kunnen doen. Niet hier. We zijn net daar aan wat politiemensen voorbij gelopen. En die willen we nou toch eigenlijk eventjes kwijt zien te worden. Want dat mag niet. Wat zeg je? Dat mag niet. Nee. Maar we gaan het gewoon doen. De cameraploeg die zou ook eigenlijk niet zo dicht op moeten staan. Die moeten toch op minstens 20 meter afstand staan. Hij gaat erg hoog voor zijn grootte. Hij zou in feite iets lager moeten blijven nog. Hè? Hoppakee. Oh shit. Hij is veel te zwaar. Die kop die is veel te zwaar die erop zit. En dat doe ik wel vaker. Dat moet ik dus niet doen. Ga je niet staan met die dingen, man. Kom op. Dus die koppen zijn te zwaar. Het niveau van de rivier stijgt en dat hebben jullie in de gaten. Jullie staan allemaal tussen jullie enkels in het water. Weg, weg, moeten weg, weg. Hij is wel te zwaar, hij is wel te zwaar. Het is wel weer mooi geweest, vind ik, voor vandaag. Een andere keer gaan we gewoon weer verder, met volle moed. Ik mag het misschien eigenlijk niet zeggen, maar je kan het vergelijken met klaarkomen. Ja? Ja, soms wel. Wij zouden het bij wijze van spreken dus 3 keer per dag willen. En, maar ziet u het nou als een impotentie dat die pijlen de lucht in gaan? Absoluut. Nou, hij is er nou impotent van geworden, ja. Absoluut. Een eresaluut aan de MPV Barbara. Jongens, vanavond voor de club, hè? Zo wel, denk ik.